Defensie levert een grote bijdrage aan de nationale veiligheid van Nederland. De krijgsmacht staat er wanneer dat nodig is. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. F-16's van de luchtmacht bewaken bijvoorbeeld het Nederlands luchtruim. Militairen van de marechaussee controleren het grensverkeer. De landmacht levert materieel en mankracht bij calamiteiten. En de marine voert kustwachttaken uit. Tot voor kort droeg het 303-squadron van de Koninklijke Luchtmacht vanaf vliegbasis Leeuwarden met reddingshelikopters ook zorg voor zo'n belangrijke nationale taak. Het verzorgde patiëntenvervoer van en naar de Waddeneilanden en voerde reddingen uit op de Noordzee. Ooit, op 27 april 1959, vanaf vliegbasis Ypenburg, opereerde de eenheid met de Alouette 2, gevolgd door de Alouette 3 en tenslotte in 1994 de Agustabel 412. Meer dan 55 jaar zette deze kleine reddingseenheid zich in voor de veiligheid van mensen in nood. De Friese eenheid van het Defensiehelikoptercommando stond al die jaren garant voor het vervullen van 3 belangrijke opdrachten. De kerntaak was het redden van militaire vliegers die waren neergestort boven zee. Het zogeheten search and rescue. Daarnaast evacueerde de eenheid mensen van olieplatformen en schepen, redden ze mensen uit zee en vervoerden ze patiënten vanaf de Waddeneilanden naar ziekenhuizen op het vasteland. Voor een succesvolle inzet is er een goed getrainde bemanning nodig. Die bestaat uit een gezagvoerder, een tweede vlieger, een hoist operator, een redder, een verpleger en of een arts. Een arts gaat standaard mee met SAR-vluchten en bij patiëntenvluchten een verpleegkundige. Als de indicatie dat vereist, gaan ze beide mee. De Agusta AB 412 SP, vanwege zijn overwegend gele kleur ook wel liefkozend Tweety genoemd, is volledig uitgerust voor zijn reddingstaak. Onlangs is besloten dat het patiëntenvervoer eigenlijk geen taak is voor de Koninklijke Luchtmacht. Al beseft Defensie het belang van deze nationale taak heel erg goed. Na de opheffing van 303 Squadron nemen Cougar transporthelikopters van 300 Squadron dan ook tijdelijk het vervoer van patiënten vanaf de Waddeneilanden waar, tot een civiele partij de taak overneemt. Op oudejaarsavond 2014 vloog 303 Squadron haar allerlaatste missie. De AB 412 vervoerde een patiënt van Terschelling naar het medisch centrum Leeuwarden.